Deze reportage wordt verwarmd door Van der Pluim, Haard en Schouw. We zijn van de Stichting de Zwaardkring. En wat wij doen is historische krijgskunst. Normaal gesproken doen wij in moderne uitrusting in een gymzaal. En nu bij de Slotbosse Toren hebben we de kans om het te laten zien eigenlijk in zijn originele vorm. Dus we kunnen nu met harnassen vechten. Kunnen we ook laten zien hoe harnasgevecht eraan toe gaat. We kunnen laten zien hoe ons moderne vecht eraan toe gaat, want daar hebben we de vrijheid voor gekregen. En dat doen we eigenlijk hier. Wat wij doen is eigenlijk 15e eeuws zwaardvechten en ook een stuk 16e eeuws. En wij doen ook een heel groot deel duelleerkunst. Dus dit werd voor een slagveld minder gebruikt, maar voor een duel is dit wel de manier hoe gevochten wordt. Dit is ongeveer 25 à 30 kilo. Een beetje afhankelijk van het type en wat je er onderaan hebt. Maar ja, het is wel verdeeld over het lichaam. Dus mijn armstukken zitten op de armen vast. Het gewicht wordt op mijn heupen en op mijn schouders verdeeld. Dus het is niet alsof je een rugzak met 25, 30 kilo aan hebt. Het is echt wel verdeeld. Je kan erin bewegen, je kan erin koprollen, je kan erin vechten. Dus je zat niet als houten klaas bij. Wat we eigenlijk een beetje willen uitbeelden is een reizend gezelschap van een vechtmeester en leerlingen. En er gebeurt eigenlijk vrij veel. We weten ook van onze vechtkunst dat het uit manuscripten komt van vechtmeesters. Die schreven op hoe er gevochten werd. En dat is eigenlijk een beetje de bron die wij hebben om te laten zien hoe een gevecht eraan toe ging. Wij staan hier om de toren te verdedigen. We hebben natuurlijk nog maar een klein stukje hier zo van de toren. Dus dat moeten we natuurlijk in ere houden hier zo. Ja, wij zijn drie keer per week dat wij schieten. Op de maandag en de donderdag hebben wij altijd de trainingsavonden. En op de woensdag hebben wij het vrijschieten. En dan hebben wij de mogelijkheid van wat je hier achter ook kunt zien. Daar hebben wij het lazoenschieten. En we hebben ook de nepdieren natuurlijk. Dat zijn de foambeesten, dat zijn de 3D. Dus we kunnen op alles kunnen wij oefenen. Het is wel een wapen, dus als wij ermee over straat gaan, moet hij wel altijd in de verpakking zitten. Hij mag nooit gespannen staan. Dus nee, wij zijn geheel ongevaarlijk. Ja, de naam die komt natuurlijk van dat wij, toen wij 3 jaar begonnen met onze stichting, was het eigenlijk, het lag er verschrikkelijk bij. Niemand had er aandacht voor. Heel erg veel onkruid. En mensen konden er al jaren niet meer bij komen. Dus ze lieten er hondje wel uit hier rondomheen, maar ze konden niet het terrein op. En toen hebben wij gezegd van nou, dit kan zo niet. Dit is gewoon verschrikkelijk. Het is echt een rijksmonument. Het is al 700 jaar oud. 700 jaar oud. Nou, daar moet Oosterhout natuurlijk bij kunnen komen. Ja, als je vandaag op ons terrein kijkt, dan zie je de Bergse Batterij. Dat is een 16e eeuwse club met kanonnen. Ja. Ja, en de kanonnen, zoals je er hier eentje ziet, die hebben het in puin geschoten in de 16e eeuw. En toen hebben ze gedacht, ja, we hebben er niks meer aan. Dus we gaan gewoon nu, steentje voor steentje, gaan we het verkopen. Ze zijn in Oosterhout gebruikt, op de heuvel staan er panden mee. Ze hebben de boerderijen meegebouwd. Ze hebben de kades meegebouwd in Dordrecht. Waar zijn die stenen niet terechtgekomen? Het was een steengroeven eigenlijk. Als kind kwam ik hier op de fiets. En het is een magische plek. Het is echt een plek, als je hier komt, dan denk je, er is iets, weet je wel. Een stukje historie, dat zit gewoon in je. En dan wil je, en toen op Facebook zeg maar de oproep kwam van joh, wie wil helpen? Daar heb ik gezegd, kom maar door, we gaan eraan beginnen. Deze reportage werd verwarmd door Van der Pluim, Haard en Schouw.